die was het die overtreding maakte van achter op de enkel. Zo, versnelling, even warmer dan. Hendricks. Hendricks, oh, goed gedaan. Hengelman, prima redding. Eerst echt een grote kans. En alles loopt dus weer met een sisser af. Nou, deze aardige actie hoor, van Sam Hendricks. Mooi meegenomen die bal. En uiteindelijk Hengelman die de nul kan houden. Continu wel gecommuniceerd hoor. En niet altijd even vriendelijk. Kom Woesten. Daar, weer Hengelman op de inzet van Hendricks. Dat is zijn plaaggeest vanavond. Nog maar eens kijken, het begint bij Woesten. Dan wordt die bal doorgekopt en dan staat Hendricks daar 1-1 en handelt ook eigenlijk snel genoeg. Maar het is katachtig, die reflex van Hengelman. Tweede goede redding van die doelman van FC Os. Dit is de ruimte waar Ajax eigenlijk op wachtte. Nu zijn er veel van FC Os voor de bal. Akolatse, Hendricks is in de buurt, bakker. Akolatse en weer Hengelman. En nu roepen er een heel stel van Ajax, heb je ons dan niet gezien? Nee, dat is dan het antwoord, want hij gaat voor eigen succes. Kijk eens, Hendricks, die staat er daar goed voor, hoor, als je die bal met gevoel daar kan brengen. Maar Hengelman mag zich tot nu toe de held van de eerste 28 minuten doen. Zijn er afspraken of worden ze geschonden? Dat is leuk om na afloop even te vragen. Nu Clement en Hengelman. Zoals al bijna 39 minuten het eindstation van elke aanval van Ajax. Hengelman kiest voor een kleine muur. Twee man. Hij trap komt van Akolat. En ja, het is niet voor het eerst vanavond. De groene handschoenen van Hengelman. Weer aan het einde staan van een Ajax-verhaal. Nog altijd die 1-0, dat Camachi dat buitenkansje benutte. Op het scorebord staat Hendricks beweegt voor de goal. Hier is Akolatse. Akolatse, Hengelman. Daar gaat hij van dromen vannacht, die Akolatse. Dat zwarte shirt en die groene handschoen. Ja, zijn dromen scoort hij wel. Zijn van de Nieding? Die heeft heel boos richting die assistent scheidsrechter kijkt. En waar maar dan? Clement, daar Bakker en Hengelman. Geen krimp geeft die keeper tot nu toe. Van Stijn van der Hierik. Die heeft heel boos richting die assistent scheidsrechter kijkt. En zoiets heeft van, je hebt toch wel gezien dat ik die bal niet als laatste raakte. Dit was weergaloos toch. Weer Hengelman.